Nieuw-Amsterdam krijgt een compleet nieuwe bibliotheek. Het initiatief om de nieuwe bib te bouwen komt van NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai. Het oude bibliotheekgebouw dat aan het cultureel centrum Suriname toe behoorde is reeds gesloopt. Ramsahai vertelt meer over het project. Laat me zo beginnen. Er was al een bibliotheek hier uh, op Nieuw-Amsterdam. Het is uh, jaren terug, zeker... Uh... Het is dus zeker 30 jaar oud, of uh, ja, daar in de buurt ergens. Uh, maar de laatste 10 jaren uh, is het bibliotheek eigenlijk niet meer gebruikt. Vanwege verzakkingen in het gebouw en instoutingsgevaar en noem maar op. Uh, toen zijn, is het bibliotheek dan ondergebracht in een uh, kleine kantoorruimte van het commissariaat. Een uh, ruimte van ongeveer 4 bij 4 en van daaruit. Uh, het personeel van de bibliotheek dat hier uh, gevestigd was uh, hun werk. Uh, nu zijn we van plan om het gebouw uh, helemaal te slopen. Het is inmiddels al gesloopt, uh, maar nu moet de fundering nog uitgegraven worden en dan kunnen we beginnen met de bouw van het uh, nieuwe bibliotheek hier op Nieuw-Amsterdam. Uh, de financiering zal geschieden door uh, sponsoren. Uh, we hebben natuurlijk nog niet alle middelen. Maar uh, de middelen die we hebben, zijn uh, natuurlijk genoeg om te beginnen met het project. Ook Richelieu krijgt een nieuwe bibliotheek, zegt Ramsehai. Dan hoeven de, stu de studenten van Komovijnen in de toekomst niet meer naar Paramaribo af te reizen om naar de bib te gaan. Ik laat me direct vermelden dat het eigenlijk in de bedoeling is dat we twee bibliotheken simultaan zullen bouwen in het district. Eén op Richelieu en één op Nieuw Amsterdam. Um, de sponsoring voor stenen voor dit bibliotheek op Nieuw-Amsterdam hebben we al. Uh, het gaat om een sponsoring van ongeveer 2200 stenen. Uh, we hebben al wat uh, ja, toezeggingen gehad van uh, het ministerie van openbare werken in het district. Waarbij zij zullen inkomen met uh, eigenlijk arbeid. Uh, ze hebben... Technici in huis, dus uh, zij zullen dan werken aan het project. En verder hebben we ook enkele toezeggingen van andere ondernemers, die voor cement en scherpzand en noem maar op zullen zorgen. NDP-parlementariër Rajiv Ramsehai over de nieuwe bibliotheken die worden gebouwd in Kommewijnen.